Afgelopen zondag hebben we afscheidsfeestje gehad van groep 8. Ze nemen afscheid van de kinderkerk. En als ik deze groep moet omschrijven, van bijna tieners, dan kunnen drie woorden niet ontbreken. Actie, creativiteit en heel veel lol trappen. Nou, dat zagen we ook terug, want we zijn zondagmiddag naar de Albert Heijn geweest. En daar hebben we het lasergamespel gespeeld. En de teams waren bloedfanatiek. En de creativiteit zagen we terug in het omzeilen van de regels. En de dames, er waren 5 dames bij, die doen niet onder voor de jongens, moet ik zeggen. Nou, als je wilt weten wat er allemaal gebeurd is, moet je maar even een van die kinderen aan de mouw trekken en even vragen wat ze allemaal beleefd hebben. We zijn daarna naar de kerk gegaan, hebben met elkaar gegeten. En 's avonds was het programma wat jullie anders meemaken in de kerk. We hebben een Bijbel overgegeven. En elk kind heeft een hele mooie persoonlijke Bijbeltekst gekregen. En we hadden op de beamer een hele mooie foto neergezet. En dat is een weg in de mist. Eigenlijk past dat heel mooi bij deze bijna tieners. Er ligt een hele nieuwe levensfase voor hen open. De tienertijd. En het is net een beetje een mistige weg, want ze weten nog niet zo goed hoe die school is, hoe het zal zijn op het voortgezet onderwijs, bij welke kinderen ze in de klas komen. Allemaal nieuwe dingen. Het is nog een beetje mistig. We hebben ook een rookmachine in de kerk gehad en we hebben een hele mooie foto gemaakt, die laten we straks ook even zien, van deze groep in de mist. Normaal zien jullie het in de kerk en dan weet je welke kinderen er afscheid nemen. En daar hebben we iets leuks voor bedacht, want zometeen tijdens het zegenlied komen alle kinderen eventjes voorbij in het beeld. Het zegenlied willen we graag voor hen zingen, speciaal op hun weg, de nog onbekende weg. Hun wereld wordt weer een beetje groter. Dat is heel leuk, heel spannend, soms ook wel een beetje eng. En ze kunnen best wel extra gebed gebruiken. Dit lied is speciaal voor jullie groep achters. Zegen hen, waar ze in geloof voor leven. Zegen hen, waar ze hoop en liefde geven. Zegen om de ander, tot zegen te zijn. O God, zegen hen. Zegen, hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn, met een hart vol vrede. Zijn zij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin zij zelf tot bron van zegen zijn. Zelf een bron te zijn met een hart vol vrede.
zegenend nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.